meisjes, dames en heren, het is zover. Het grote project wordt onthuld. En waar sta je? Ja, dat weet ik nog niet. Maar, kan jullie vertellen, ik sta op een andere plek. En film maar eens even om je heen, cameraman. Ja, jongens. Het is waar. Het grote project is dat ik ben verhuisd. Ja, ik heb het zo lang geheim gehouden. Ook natuurlijk wat ik zei. Maar nee, wat heb ik niet laten zien. Maar dat mijn kasten weg waren, dat zei ik. Dat wil ik zeggen, maar toen lukte het niet meer mijn video. Toen zei ik dat mijn kasten weg waren. En een nieuwe kast kwam. Is natuurlijk helemaal niet zo. Die kasten waren gewoon tijdelijk omdat ik ga verhuizen. Maar jongens, ja, dit is gewoon niet normaal. Klein beetje nu. Maar ja, we gaan even van alles laten zien. Tot zo. Joep. Oké, jongens, we staan bij het tweede. En dit is Valentijn en dit is mijn werkplaats. Maar het is eigenlijk van Valentijn en ik. Want ja, je ziet onze kast staan hier. En ik heb er nog één. Die gaat hier ook binnenkort staan. Of deze week. Maar het wordt gewoon, dit wordt een beetje de klusplek. Je ziet allemaal gereedschappen in ons liggen. We waren net bezig namelijk. Maar aanhanger met Sam ook helemaal. Maar we gaan door. Loop maar even mee. Hier is gewoon de tuinset. De buitenkeuken. We hebben 3 keukens, maar 1 keuken is gisteren weggehaald. Maar dit is de buitenkeuken. Oh, wacht. Tuurlijk. Oh, sorry. Ook even het schuurtje. Laat me gewoon even zo zien. Dit is wel duidelijk. Dit is het schuurtje. Niet heel bijzonder. Nee. Maar oké, dan lopen we even door. Oké, jongens, we zijn bij het volgende deel. En waar Valentijn nu achter staat, nog niet filmen. Maar waar Valentijn nu achter staat, is heel dik. En, maar we beginnen even hier. Nou, eigenlijk niet filmen, hè? Nee. Oké, we beginnen hier achter bij dit schuurtje. Maar nee, dat blijft bij deze deur. Oh. Het is dit schuurtje. En, het is gewoon een klein schuurtje, weet je. Daar hoef je niet heel veel te doen. Behalve spullen pakken natuurlijk. Maar we hebben 1, 2, 3 schuren. Dit is ook nog een schuur, maar daar heb je niet heel veel. Maar jongens, komt ie. Draai de camera om. We hebben een jacuzzi, een hot tub is het, want hij heeft geen bubbels. En een sauna, jongens. Het is niet normaal. In de hot tub. Ja, in de hot tub. Dit is een hot tub, ik kom niet aan mijn woord. Maar dit is de hot tub. Echt sick. Maar wacht, ik kan hem even zo. Ik kan er even een beetje in kijken. Er zit een lampje in. Gewoon allemaal heel dik. Weet je. Gewoon zoals een normale jacuzzi of een. Ja, wat ik. En dan hier, daar is het grasveld en alles. En lopen we even door naar de tuinkamer. Kom mee. Kijk eens even, hier staat nog niks. Omdat ik echt letterlijk, sinds zondag, maandag heb ik de sleutel. En nu, hier de tuinkamer. Ja, dat ook. Ja. Oké, en dan lopen we zo meteen even door naar de schuur van mijn vader eigenlijk. Dan komen we hier. Hier is een mooi zaagje. Ga ik niet naast het. Dat doe ik wel eens. Maar een mooi zaagje van. Oh mijn god, het is op wielen. Dat is de tuin. Dat is de tuin. En hier, dit is eigenlijk van waar ik niet zoveel doe. Behalve hier met schat inrijden, aanhanger. En dan pakken we hier hout. Dat hadden we net gedaan, namelijk. Ik moest wij even filmen. Maar jongens, ik ben zo blij dat ik eindelijk het grote project ook kan vertellen. En ik kan gewoon zoveel leuke video's hier ook. Maar kom even mee. Want we hebben nog een deel. En dat zit hier. Kijk, ze hebben hier. Hier hebben we, ook trouwens, dit is ook nog een schuur. Ja, dat. Dus hier babymix. Fietsen, hier komen fietsen te staan en alles. Nou ja, oké. Okay. Heel veel troep. En hout en alles. Maar jongens, we lopen door. Au. We lopen zo meteen nu even, we lopen nu even door naar het beste voor mij. Eww. Oké, jongens, we gaan nu ergens naar binnen.
En dat scheelde ik. Je moet even dat gedeelte niet filmen. Want dan zie je al meteen wat ik weet. Ja, dat is wel. Kijk jongens. Nou, film dat maar gewoon meteen alles. Jongens, jullie zien de trap. Dit is namelijk mijn kamer. En sinds gisteren staat mijn bank hier. Mijn bed staat boven. Deze ledtrips hier. Kijk, heel mooi. Daar hele mooie lichtjes. En meterkast. Ik heb namelijk een eigen, hoe noem je dat? Verwarming. Ja, verwarming. En een eigen cv-ketel. Hier is dan mijn PlayStation en alles. Stoel weer helemaal. Is verwarming. Maar dan gaan we naar boven, jongens. Want ja, dit is nog maar mijn benedenverdieping. En dan komen we hier aan. Bij de boven, daar zit al mijn boksen. Mijn bol en mijn hout. Ik stoot boven. Oké, en dan hebben we hier gewoon een opslagruimte. Kijk maar even. Kleine opslagruimte. Op mijn hoofd. Net zo. Cameraman tot het hoofd. Kijk dan. Kast. Lege kast. Lege kast. Hey, dames en heren. Goedemiddag. Hey. Mooie camera. Ja, een hele mooie camera. Andere camera. En dan hebben we hier een bed van 1,60 meter, jongens. Oh, het ligt ook zo lekker. Sinds gisteren mijn matras. Doe even beddentest. Beddentest. Doe nog een keer. Ik ga wel even van 4 dan. Ja, want anders stond je hoofd. Oké, jongens. Beddentest op de camera. Oh. Zo. Maar, ja, lopen. Nou, even het dak. Even het dak. Raam. Dak. Niet heel bijzonder dit. Nee, oké. Okay. Maar jongens, kijk. Ik heb een airco, maar dat wil ik even wat laten zien. Film even dit. Even dit. Kijk hier. Zie je dat? Jeet. Ja. Dan kan je dat zien. Dat is toch dik, ouwe. Je wordt ook echt piepie. Ja. Het is heel irritant. Als die automatisch uitgaat in de nacht, dan hoor je dat. Dag. En dan kan je hier zien hoe lang de tuin is, jongens. Kom eens even hier. Ik weet niet of je dat kan. Jawel. Maar kijk dan hoe lang die tuin is. Het is echt niet normaal. Het is niet normaal, hè. Maar dan hier mijn boksen. En dan kan je hier nog naar buiten kijken en alles. Ja. Dat is wel, ja. De huiskamer gaan we zo laten zien. Daar zijn ze nu bezig, dus Ja, maar wat is die deur achter je? Oh ja, natuurlijk. Ik heb hem vergeten. Namelijk, jongens. Een hele grote mooie, is geen licht, maar je ziet wel genoeg licht. Ja. Een koolcel waar het echt heel koud is, dus ik ga hem even dicht doen. Want dan op mijn kamer is het lekker warm. En dan heb ik ook gewoon nog een voordeurtje. Ja joh, alles heb ik. Gewoon een voordeur. Ook weer naar buiten. Maar eigenlijk de voortuin, dat is de voortuin zeg maar. En dan hier gaan mijn vader staan met de auto. Ja, en hier daar waren we net. Zo. Ja, oké, maar dat is een schuur. Kom maar even mee. Ja, ik kom mee. Ja joh. Ja joh, mooi bankje. Jongens, wij gaan nog even vragen of we in de huiskamer kunnen filmen. Want... Oké, ja, we gaan in de huiskamer filmen. Jo. Jongens, en dan hebben we... We gaan zo meteen in de huiskamer filmen hoor. Maar hier hebben we de gang. En van... Vrieskast. Vrieskast in. We even zien kijken. Het is heel eng. Niet heel bijzonder. Maar kijk eens daarboven. Er staan een dikke koeldinges. Ja. Dat is niet heel bijzonder. Hier ook. Dat is volgens mij slotten. Een hele verroeste meterkastding. Nee, dat is... Wat is dat? Van de stroom. Van die dingen. Oh. Maar dat werkt niet meer. Dus, nou. Maar hier gaat dus... Dit gaat allemaal weg, want er komt misschien een badkamer. Hier is het heel donker, dus we gaan meteen even door. Dus de opslag gewoon... Ja. Kijk. En dat is hier... Nou, daar hebben we hier net. Maar jongens, wij gaan. Was deze. Was deze. Oh, nou, daar natuurlijk. Was deze. Alles, hè, jongens. Ja, we zijn heel slim vandaag. Kijk eens. Ja, ik ben heel slim. Gewoon een opslag. Gewoon nog een opslagje. Hier zaten jullie gisteren verstopt. Ah, nee, oh, er komen leuke verstoptje video's ook. Oh, ja. Zeker, zeker. Alleen maar verstoptje video's. Heerlijk. Kijk, dus goede content komt er sowieso aan in dit huis. Zeker, zeker. Dus, jongens. We hebben natuurlijk nog niet alles gehad. We moeten ook nog eventjes de huiskamer doen. Maar dat gaat zo over. We zijn nu aan het schilderen. En dat doen we later wel. Fanta blijft hier tot 2:30 of zo. Mm-hmm. En het is nu volgens mij bijna 12:00 of zo. Hey, Sam. Hallo. Nou, dan zijn we weer in de tuin. Hier
ja, een trampoline en alles. Wat leuk is, ik kan hier ook gewoon wat dingen doen in de tuin, weet je? Dat is leuk, man. Een megatuin, dus. Een megatuin. En ja. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen. Want kijk dit. Dit is toch niet normaal. Deze tuin ook. Ja. Maar. Wij hebben ook. Ja. Wat maar, de gras op is wel. Morgen of zo. Waarom moet ik hem zo al editen? Want ja. Vroeger had je het editen. Maar wat gaat er met deze trampoline gebeuren? Gaat hij nog. Gaat dat weten we nog niet. Want hij zal eerst ingegraven worden. Maar dat weten we nog niet. Want je kan ook niet je hoofd hier aanstoken. Maar dat is eerst, ja, hij moet ingegraven worden, maar dat moet helemaal niet. Kijk dit. Ik kan op mijn hoofd springen. Kijk, ik raak niet eens die balk. Maar ik kan er denk ik wat bij. Maar ja, nee, dat maakt het niet uit. Maar ja. Jongens, we gaan zo naar huis gaan filmen en dan gaan we nu gewoon nog even chillen in de tuin. Tot zo in ieder geval. Doei. Later. En een hele goede morgen. Het is vandaag de volgende dag trampoline. Natuurlijk, Koosie vader is nu niet. Want ja, hij zit gewoon op school. Maar we gaan vandaag de huiskamer laten zien natuurlijk. Maar ik ga nog even wat details laten zien en alles. Namelijk, we hebben hier een kastanjeboom. Heel mooi. Het is nu volgens mij ook best wel vroeg. Gewoon, ja. Oh ja, en dat heb ik ook nog niet laten zien. Kijk, dit. Die dingen, dat zijn onze bomen. Maar een kastanjeboom, hele grote dennenboom of zo, nog een vuurkorfje, maar die hadden we al. Stil, scherp. Yo, hallo, dank je. Maar oké, struikjes. Mooi, en dit moet allemaal nog dicht gemaakt worden, want poesjes moeten ook naar buiten, alle poesjes, allemaal. Want die mogen niet bijvoorbeeld. Helemaal daar naar achter. Of hier, want de spring is gesloten. Maar ja, eens even kijken. Ik moet ook nog even een goede. Kijk, ik denk dat dit wel oké is als ik ga trampoline springen. Ik moet alleen nog daar hier wat onder, zeg maar zo. Maar oké, ik denk dat ik jullie zo weer zie. Ik ga even trampoline springen en dan. Ik denk, dit is net een vlog eigenlijk, want nu haal ik hem zelf wat. Maar ik denk dat ik jullie zo meteen weer zie als Valentijn er is. Want ik ga mijn huiskamer laten zien. Dus ik hou nu nog heel veel spanning. Maar het volgende shot. En niet het volgende shot, maar het volgende stukje wordt denk ik dat we de huiskamer laten zien. Dus yeah. Ik het trampoline springen. Joejoe. Oké, jongens. Het is natuurlijk wat ik net heb gezegd. We zijn in de woonkamer. En ja, we gaan nu een beetje de woonkamer laten zien. En dat is het. Dus, nou jongens. Dat is het. Oké, nou, we beginnen hier. Kijk, wij hebben natuurlijk drie katten. En ik denk dat die twee kleine hier nog gaan liggen. Dat is wel leuk. Maar we hebben hier een hele mooie tv / die van kast. Zo, hier kan zitten en alles. En ja, hier kan je de tv hangen, dan kan je deze uitklappen en alles. En hier het kastje, waarvan ik niet wist dat het zo moeilijk ging. Maar het is wel mooi. Maar ja, en natuurlijk, jongens, kijk eens even hier. Dit is houtkacheltje. Hier een houtje zien. Ja, je moet er één. En ja, het was het eindelijk wel even voor de woonkamer. Dan zie ik jullie zo bij de auto. Dag mensen! Ja jongens, het grote project is eindelijk onthuld. Natuurlijk, het is 2 dagen geduurd voordat we alles hebben gefilmd. Maar ik zit in een lekker stoeltje en de tuinkamer zijn we nu. En ja, jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk en ja, het grote project is helemaal onthuld. Ja, het is niet normaal. Dit huis. Oh, kom hier. Stop, niet daar. Oké, maar dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Blauw duimpje zal leuk zijn. Abonneer dan hier beneden. En tot de volgende video.
maken, dus dan morgen is Valentijn jarig. Ja. Als deze video online komt, dan ben ik jarig. Dan ben je jarig. Hey. Alma, dus, gefeliciteerd Valentijn in de chat. Kan niet, maar. Kan niet. Hoezo kan het niet? Nou, omdat ik geen reactie heb. Oh ja. Dit is geknipt. Oké, nee, maar net, jongens, misschien ga ik morgen live. Dus dan kunnen jullie in de chat zeggen. Als je mijn Twitch wil zien, zijn we verder. Oké, maar bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie later. Yo!